Eerst en vooral, Jan Govaert van de Bushido's, kun je ons terugbrengen naar het begin? Dus wanneer zijn we eigenlijk begonnen en met welke sport was dat? 38 jaar geleden, dus zijn we begonnen feitelijk met semi-contact karate. Semi-contact, dan stukjes overslaan naar die full-contact karate en dan kickboksen en zo, de thai-boksen. Dus we beginnen met die thai-box hier, dan waren er nog echt in Europa, in Holland twee clubs die bezig waren. Wij hier met één of twee clubs in Jimmy Balletta en zo in de Walen. En dan voor de rest hier in Antwerpen, ik met mijn trainer die gestart heeft, Ben Alitim Rashid vroeger. We hebben daarnet een paar foto's gezien met een bekende wereldster, Jean-Claude Van Damme. Kun je daar wat meer over vertellen? Was dat een tegenstander geweest van je? Ja, ook een vriend feitelijk. Wij stonden een nationaal team aan België samen. Dus wij hebben ook in Amerika gaan vechten samen, Zwitserland, Milaan. Maar wij hebben ook twee maal tegen elkaar gestonden, dus op open toernooi zo. Dus. En ik heb hem twee keer feitelijk verslagen op dat gedaan. Dus één keer was voor de selectie voor naar Amerika te gaan zo. Dus dat was en dan één keer de finale van Antwerpen van het kampioenschap van Antwerpen. En wanneer was uw laatste wedstrijd? Dat ik 43 jaar was, heb ik de laatste wedstrijd gebruikt. Dus... En dat was tegen? De naam weet ik niet meer. Dat was tegen Brooy. Tegen Brooy van Frankrijk. Je hebt ook ondertussen heel veel grote vechters, eigenlijk van kleins af aan grootgebracht, waaronder Mark de Wit, Morad Direcci, Erkan, Werner Konings, ik zeg het Tim Tubacs, ik zeg het welke jongens hebben we nog. Ik heb echt veel jongens van Murat Najat, Kamal, zijn allemaal jongens die toch echt Gurkam, allemaal jongens die echt hier begonnen. Ook jongens die ook daarna nog heen getraind worden, Luc Impeneers. Dus dat waren jongens die al veel bereikt hadden, maar dan daarna toch een tijd nog hier hebben komen voortrainen. Dus. Is er een verschil tussen de jongens van 10 jaar geleden en de jongens die hier nu binnenkomen in de club? Ja, veel verschil. Vroeger had ik konden zeggen 25 man op de training, dat waren 20 jongens die er elke dag waren. Nu moeten die jongens meer stimuleren. Zijn er nog die 5 keer per week komen, maar dat is heel beperkt. De meesten moeten echt wakker schudden. Vroeger moesten die jongens uit de zaal gooien. Dan kwamen ze mij zondag half gaan te lopen, fietsen, alles. Nu moeten echt die jongens stimuleren. Verder. Is er nog veel talent? Heel veel. Ik heb zeker nu weer opkomende jongens, 25 jongens die echt werken. Ik heb 3 jongens die in de staalpartij gaan draaien nu weer. In B-klasse een stuk of 5, dus echt jongens die ik werk veel van verwacht. En wat vind je eigenlijk van de kickboxwereld van nu en een paar jaar geleden, of van 10 jaar geleden, of in uw tijd als vechter? Een beetje financieel geworden nu. Hè? In de tijd betaalden wij onze eigen reis naar Amerika voor ons ticket zelf, voor gewoon een wedstrijd gaan doen voor een trofee. Nu vragen ze in C-klasse, wat verdien je? Dus dat is het verschil geworden. Dus het gaat meer om geld dan om de sport feitelijk een beetje, vind ik. Hoe komt het dat je nog altijd na al die jaren gemotiveerd bent? Nog steeds elke training? Ja, vraag dingen moet ik zeggen. Het is 38 jaar, dat is gewoon mijn leven. Hè. Dus ik heb heel veel teleurstellingen gehad van jongens die ik naar de top heb gewerkt die weggegaan zijn. Ik kan er heel veel op noemen zelfs. Ook niet op een correcte manier zijn weggegaan. Dus veel teleurstellingen, maar dan denk ik, op het moment ben ik een beetje down, dan denk ik, ja, het is erg. Maar dan 2 weken later heb ik weer jongens die me op de trainingen zoveel goede moed geven om terug te beginnen, dat ik terug van begin voor. Dus en dat geeft mij altijd wel in doen, nog altijd even graag dan 38 jaar geleden feitelijk. Dus ik denk dat ze mij in een kist uit de zaal gaan draaien, denk ik. Dus je blijft doorgaan tot je niet meer kunt? Ik denk het wel, ja. Dus ik zie geen reden voor het stoppen, vind ik. Oké. Okay. Wie vind je op dit moment in de A, dus geen vechter van jezelf, maar maakt niet uit waar, ook in het buitenland, wie op dit moment echt wel een vechter bent die alles heeft? Ik vind Andy Sober, dat vind ik een super jongen, omdat hij heel sober is en ook... voetje op de grond, heel realistisch die werkt. Dat is een jongen die gewoon
elke trap dat hij binnenkrijgt antwoord, maar allemaal niet zo, niet te veel fantasie. Dat vind ik een heel goede vechter. Dan ook Badr Hari vind ik, die heeft het, al het talent voor gewoon heel de wereld te veroveren. Dus juist een beetje opvliegend karakter misschien, Badr. Maar voor de rest dat hij dat kan beheersen, denk ik dat er weinig jongens tegen hem zullen winnen. Dus dat vind ik wel twee van de toppers van echt die mij hebben aanspreken. Vroeger was er ook een trap tussen België en Nederland. Maar die trap wordt nu eigenlijk kleiner, vind ik wel. Wat is volgens u de reden? Voordat ook met populairder wordt in België ook. Dus laten we ook veel wedstrijden draaien in Nederland. En dus voordat ook de jongens, moet ik het zeggen, vroeger waren er 3 clubs in België, nu zijn er 20, 30, nog meer zelfs 50 clubs misschien. Dus ik denk dat dat zwerven van de jongens van één club naar de andere een beetje gaan, daar gaan trainen, beginnen trainen. Dus veel spanningpartners onderheen, ook dat niveau wel omhoog brengt ook. Waar zie je de kickboxwereld over 10 jaar? Ik hoop dat dat stilgezet aan met de jaren dat gaat herkend worden voor Olympische sport ook, dus gelijk taekwondo vroeger was. Dus ik hoop dat dat er gaat komen. Al zijn er veel tegenkanningen, want het meeste negatief dat gebeurt staat eenmaal uitgebreid in de pers. Positief dat staat zo in de pers. Dus je hebt wel heel veel tegenstanders nog van mensen die buiten het wereldschap zijn. Nog een laatste vraag. Is er nog iets dat je wilt zeggen tegen de jeugd eigenlijk? Of iemand die net begint met het kickboksen? Een goede tip. Gewoon komen trainen voor iets te bereiken. En meer discipline aan terug aan. Discipline van vroeger, respect voor de mensen. Dan. Dus dat is een beetje verdwenen, vind ik, bij de jeugd en zo. Ook onder elkaar. Dus een beetje respect terug van elkaar. En dan gaat het voorkomen. Dank u wel.